allemaal en welkom bij een nieuwe Polybridge! Yeah! En vandaag is het aflevering 9. En we gaan verder aan de campaign, oftewel Faulty Towers van Difficulty 2, U-Turn. Dit is de laatste aflevering dat wij in de Difficulty 2 wilden zitten. En we gaan waarschijnlijk vandaag al een beetje kijken naar Serene Cyclades? Cyclades? I don't know. Oké, VT09, U-Turn, 55k, de dikke, was het, de flip monster truck of zo? En dat we een checkpoint hebben dat hij terug moet, oftewel hier. En hier moet hij denk ik de U-Turn maken, dan landt hij hier en dan rijdt hij terug. Ik denk dus dat we dus nu even dus een halfpipe moeten maken. En als we dus de checkpoint niet raken, dan gaat hij dus, ja, als het ware, deze kant weer op. En dan valt hij van de brug af. Dus als hij deze checkpoint wel haalt, dan kan hij deze jump afmaken. Oké, dat is interessant. Laten we maar eventjes deze shape weer gaan gebruiken. Dit is misschien veel te heftig. En kan ik het korter maken of zo? Maar vandaag niet. Oké, ik heb nu dit. Ik weet niet of het gaat werken, dus ik doe dit heel even aan elkaar. Hier nog. Wel, we gaan het testen. En, ja. Veel te hoog, oké. We gaan dus sneller al omkeren. En ik denk dat dit dan goed is. Zo. Maar nu is natuurlijk de shape is heel erg vervelend. Niet heel mooi meer, niet heel goed meer. Maar goed. Test nummer 2. Ja, dat is eigenlijk gewoon zowat bijna perfect. Oké, en dan maken we de jump hier. Dat zou wel goed moeten zijn, aangezien dat die auto redelijk snel ging. En we gaan er even weer een mussel maken hier. En dan doen we de rest met hout. Want stop. Want op zich hout zou wel moeten kunnen. En even een wall brace. Dit ziet er heel wonky uit, maar we gaan het gewoon proberen. En ja, en... Oh! Gewoon gehaald. Ik zie nu dat we zowat bijna op budget waren. Holy shit. Maakt niet uit. Ik wil niet... Oh, we zitten op de botten 10%. Dat is wel heel erg laag. Goed, boeit me nu even niet. Ik wil in ieder geval sowieso ooit wel terug gaan keren naar de eerdere werelden. Dus waaronder denk ik ook deze. En dan gaan we alles wat goedkoper maken. Maar dat is pas als we klaar zijn met de normale campaign. Oké, VT10. Arch Support. 65k. Een Longhorn. Geen description. En een gekke shape. Waar we wel in mogen bouwen. Oké, dus een anchor hierboven. En anchors hiernaast. En dan denk ik dus dat we hier een arch gaan maken. Dat wordt een soort van, ja, opgehouden met ook arches en rope. En dan hier hopelijk niks. Ik wil in het midden zo wat eigenlijk niks doen. Maar we gaan het even zien. Oké, dit is eigenlijk wat ik wel wil. Zo, dit. Oké. We hebben 10 staal. Dat is eigenlijk niet heel veel, maar... Ik wilde dit gaan doen, inderdaad. Dit lijkt me wel een goed aantal staal. Ah, trouwens, ik zit een beetje te twijfelen over die laatste. Die laatste kan ik eigenlijk wel doortrekken naar daar. Dan hebben we gelukkig rope. En dan houdt rope dit allemaal vast. Ik weet niet of trouwens hij die hoogste joint, oftewel hier en hier, gaat vasthouden. Maar... misschien wel. En nu voor de rest onder supports. Want dan kunnen we in het begin kunnen we hier hangen. En dan kunnen we zo door. En dan raak ik hier tussendoor. Straks even een arch. Ik ga dat niet kopiëren. Want ik besef dat dat eigenlijk niet echt zo wat hoeft. En dan gaan we hier op de... Dat is raar. Als ik hier op de noot iets zet... Dan, wat laatst gemaakt heb met de shape, dan verander ik heel de... Oh, dat is apart. Oké, sure. En dan gaan we hier weer boven de weg.
En dan creëren we een middenpunt. En hopelijk... We zitten bijna over budget, zie ik nu. Maar hopelijk... Houdt hij dit allemaal. Alleen de laatste joint niet, want... Die zit in de weg met dit. Nou. Test nummer 1. Ik ga deze even wat veranderen. Ik kan denk dat laatste stukje staal... Kan ik wel verbrengen naar daar. Lijkt me wel slimmer. Oké. Okay. Ben benieuwd hoe hij het volhoudt. En hoeveel stress we hebben. En of hij misschien in één keer neerknalt. 62%. Waar zit het? Oh, in de steel arches. Volgens mij zat het, hè? Oh ja, niet. Nou ja. Hier. Dan maak ik hiervan even een staal. Want dan is die arch vanaf de weg helemaal tot aan de anchor point. Dus misschien zou hij het nu al beter moeten volhouden. Even kijken. Ja. Ja. Nee. Nou, het was denk ik puur omdat hij zeg maar hier van de arch afrijdt. En dan knalt hij wat harder op de brug. Dus dan maak ik die arches hier even wat dikker en wat groter. Dus hopelijk nu wel, dikke longhorn. Oh, ja, dit breekt af. Nog ietsjes lager en anders maak ik er een mazzel van. Ja! Weer bijna op budget, maar dan maak ik, wat ik al zei, niet zoveel uit vandaag. Oeh, dit is wel echt heel erg op budget. Zo, niet heel veel mensen zitten na de 31k. Volgende level, VT11, Layers. 55k, we hebben alle materialen behalve ja, hydraulics en kabel, spring en foundation. We hebben de twee auto's, oftewel auto A, farmer truck en auto B, school bus. En auto A moet naar deze checkpoint, vlag. En de auto B naar deze. Een soort van dubbeldekkerachtig iets moet ik maken. Dit is niet zo'n heel speciaal level qua mechanics ofzo, maar... Het wordt een leuke. Gezellig. We gaan een crit even aandoen. Want ik wil deze kant van de brug. Wil ik even tot aan eigenlijk ja, dit punt wou ik eigenlijk zeggen. Verdomme dat hij dan niet daarop neerknalt. Dus gaan we even zo. Tot aan, even kijken. Dat is deze hier. Ja. Pak ik even die wegen. Zo, en dan zit hij hier aan de lijn. Dus dan kan ik zeggen dat ik dit uiteindelijk ooit met een rechte lijn support. Dat kan op zich wel met een staal mazzel. En dan wordt het in het midden. Zo. En de rest wordt dan gewoon dit. Oh nee. Wordt dan dat. Ja, dat was het. En dan die volgende, die komt weer. En dan ga ik nu een brugje bouwen. Oké, blijf dat staan. Dat gaan we eerst even checken. Dit is heel erg rood. En gaat inderdaad ook naar de Jezus. Oké, dan maken we dus die arches wat groter. En nu dan? Is hij iets beter, maar de brug die leunt heel erg hierop. Ik denk omdat dit inderdaad niet goed tegen de kant aan zat. Oh ja, dat was eigenlijk al de reden. Oh. Maar nu is het niet rood in het begin. Oké, kan het dan ietsjes weer lager wat ik in het begin had? Ik betwijfel hoor hoe laag het kan, maar... We proberen het maar even. Zoiets, dit lijkt me wel een mooie max. Ondertussen dieft ook alles in van die bovenste brug. Maar ja, wat auto A doet, dat kan. Dan kunnen we nu de rest even maken. Ja, oké, ben benieuwd. Oké, ik heb de mazzel van staal heb ik eventjes van hout gemaakt. En dan ga ik nu even verder. Oké, nou zal ik dit even nog connect. Gaan we even kijken hoe dat blijft staan. Ja, wel goed. Ja. Oké, en nu dit. Damn, oké, eventjes die mazzel kopiëren. Die connect helaas niet echt lekker met iets, maar dan doen we het al eventjes zo. Ja, oké. Oké, ja, dit hebben we. We zitten redelijk op budget. En ja, of de bovenste brug het gaat houden, weet ik niet. Maar nu, zonder dat de auto erop staat, is hij redelijk groen in de stress. En oké, ja, was te verwachten. Muscle time. Nou weet je, is het niet gewoon even beter als ik gewoon dit doe? Like, is dat gewoon niet ook wat kan werken? Het hoeft niet altijd een muscle te zijn. Nee, kennelijk niet.
Ja, oké, ik had verwacht dat hij daar wel zou janken, dus maak even exact hetzelfde. En nu hebben we hem waarschijnlijk hoogstens gehaald. Even kijken. Ja, nee. Oké, het wordt wel even een mazzel dan. Ja, en misschien hebben we toch wel even een support zo nodig. Ik weet niet hoor, maar... Als hij het zometeen wel haalt, probeer ik hem even weg te halen. Ja, nee, dat was te verwachten. Zo dan? Nee. Doe wel één staal. Dat kan wel. Die houdt deze kant nogal redelijk goed vast. En dat werkt. Oké, ik kan dan de wassel mazzel weg. Ja, dat kan. En om even satisfying te zijn, wil ik het liefste even inderdaad onder de 44k. En daar zitten we nu ruim onder. En halen we het nu nog? Ja, helemaal mooi. Helemaal mooi. Bridge weight. Geen idee of dat zwaar is. 91% kans of broke. En 91%. En 91% kans. En 91% max stress. Dus ik vind dat we het redelijk goed hebben gedaan. Op naar VT12. Tower Bridge. We hebben hier een caravan. 95k. En we hebben een joekel van een afstand om te overbruggen. Letterlijk. Maar we hebben geen static joints hier en hier. Alleen maar hier. Oh, dat maakt het wel even heftig hoor. Oh, damn. Oké, dat is flink kut. Nou, gebruik even staal om even naar de puntje te komen waar ik het wil. Doe ik exact hetzelfde hier. Zo. En dan maken we even een mooie plek voor de weg. En dan gaat de rest weg. Oeh, hoe ga ik dit doen? Ik heb 95k en ik het liefste wil ik... Ja, die pilaren kunnen wel in het staal. Maar het liefst ook de rest in het hout doen. Ik doe het op deze manier. Ja, je zal misschien even wachten. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen allemaal? Ik weet het eigenlijk ook niet. Oké, dan gaan we even met hout. Gaan we dit supporten naar... Oh, wat? Supporten richting elkaar toe, I guess? Ik weet niet of dit het gaat houden. But we can for sure try. Het ziet er heel gek uit. Ja, dat kun je zeker zeggen. Oké, ik heb nu dit. En dit ziet er niet echt stevig uit. We gaan het proberen. Ik was echt helemaal vergeten dat dit geen ankers waren. Oh, maar natuurlijk werkt het dan niet. Oh, maloot. Dat was echt erg. Okay. Oh my god. Oké, nu zit het ook daar vast. En dan gebruik ik nog even één staal om het hier... Om het hier te connecten zo. Dan blijft het wel zitten, denk ik. Ja, oké. Okay. En ja, en... Oh, die ponten worden heel rood. Maar, we hebben het gedaan. Wauw, oké, deze brug gaan we in de toekomst zeker even tweaken. Want wauw, dit is echt eigenlijk best wel hard. Ik heb dit dat alles over engineering is. Oké, test. Ja, vierkant in je brug. Gek. Wat als ik deze helemaal in ga brengen? En dit ga ik even uithalen, zo. Hier deze tussenstuk ga ik eruit halen. Dan breng ik dit weer in de minnaar binnen. Deze brug zou ik wel even willen tweaken vandaag. Dat is, kijk, ik hoef er niet altijd één te tweaken, maar... Oef. Maar af en toe is het wel leuk. Ja, dat werkt. Nu is het staal. Oké. Ja, kunnen we dit gewoon niet echt verwijderen? Nee, Nee, wat denk ik? Wat probeer ik allemaal, joh? Kan het hout worden? Oké, is het nu... Oké, is 2... 5-2. Dat is goedkoper. Oké, dan gaan we dat eens even proberen. Blijft dat staan? Ja of de nee? Oeh, wat? Iets ging omklappen, zag je dat? Hier, die vierkanten. Die gingen om. Oké.
Oké, ik denk dat dit beter is. Nu kan het niet meer omklappen, of wel? Nee, kijk. Wauw, oké. Okay. Het zou heel fijn zijn als we al het staal kunnen laten verdwijnen. Oké, en dit dan? Ja, het is ook helemaal niet gestrest daar. Kan ik het dan gewoon weghalen dan? Nee, natuurlijk niet. Het is ook hieronder helemaal niet gestrest. Waar is het meest gestrest? Letterlijk nergens. Nergens. Oh, dat past hier zeker net niet. Dat past hier net geen... Nee. Ik weet niet of dit dan goedkoper is. Oké, dit is nu 60.398. En met dit is het... Ja, dat is minder goedkoop. Dus dit blijft staal. Dan heb ik denk ik het meest goedkope design wat er is. Dat maak ik even hout. Dat niet. Dit wordt even hout. En... Wauw. Oké, dat had ik niet verwacht. Dit is echt fantastisch. VT13. Near miss. Oké, we hebben hier een auto A. We hebben hier een auto A2. Dit wordt een typische cross jump. En daar hou ik echt niet van. Nou, leuk. Oké, test nummer 1. Wat gebeurt er nou met de auto? Apart. Oké, auto A2 kan gewoon niet hoog genoeg. Oké, leuk. Dit doen we iets lager. Oh, de brug breekt ook echt volledig af. Oh, niet meer. Oh! Oké, nee, dat gaat niet goed. Even kijken. Oké, nog een keer. Ik heb iets getweaked. Ja, nee, dat werkt niet. Oh, hoe ga ik dat ooit doen? Moet ik het nog hoger doen? Maar dat gaat de schans toch nooit volhouden, joh. Nou, we kunnen het wel echt proberen. Nee, dit is zoveel stress nu. Nou, het ding is dat hij het wel bijna haalde. Dit even wat breder doen. Ah, alleen dat stukje breekt af. En dan... Ah. Oké, dit is korter, want dan kan auto A2 het halen. En ja, nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Oké, dan gaan we verder. In plaats van hoger. Oké, nee, dat gaat echt volledig... Dit gaat volledig stuk. Ja, dat dacht ik al. Oké, wat als we auto A2 of A1, sorry, want dat is de vlag van A1, niet laten jumpen? Oké, dat gaat echt nergens naartoe. Oh, shit. Oké, deze verder laten jumpen, dat kan wel. Hij hoeft niet per se hoger, hij kan wel verder. Nou, dat is op zich wel hoger, maar ik bedoel gewoon verder. Even kijken of dat werkt. Oh, is het op 0,1%? En oh my god. Ja. Ah ja, hij werkt. We hebben Volty Towers voorbracht. Hebben we weer dat rare pingetje. Oké, een mood muscle. Moed, een wood muscle. En nou, bijna. Ja, ik kan zeggen dat ik daar ook een muscle van maak. Maar dan kan ik net zo goed zeggen dat ik deze muscle wat verleng. Zo dan. Oh, nee. Dit wordt even staal, want anders dan wordt het niet. Liefst gebruik ik geen staal, maar... Dan breekt hij helemaal af. Oh. Oké, we moeten nu gaan inspecteren. Dat raakt elkaar net niet. Oké, wat als ik jou wat verder doe? Dat je niet per se hoger gaat, maar verder. En dus de landing ietsjes beter wordt. Even kijken... Oh, wauw, wacht even. Hij haalt bijna de schans, letterlijk zonder de schans te raken, de tweede dan. Even kijken. Ja. Gehaald. Zonder enkele problemen. En wat doen mensen hier allemaal? Die road is net zeker goed getimed. Oké, dat is echt nice. Dat is echt nice. Oké, we hebben Volty Towers volbracht. Dat is wel echt een dikke goat.
Maar nou gaan we eens even kijken naar Serene, Cyclade, Cyclades, Ja. SC01, Braces. 22k, een paar staal, behoud. We hebben geen rood. Wel rood, maar we hebben geen rood om mee te spelen. Een dikke truck. Geen static joints, alleen onder, om te beginnen met bouwen, denk ik. Maar als ik dit allemaal zou gaan connecten, wordt het zeker veel te duur. Dus, het level zegt het al. We bracen aan de kant. Oh, dit is niet midden. Ik dacht dat dit het midden was. Waarom heb ik soms zo'n schil in het midden bepalen? Oké. Okay. Werkt dit? Oh, de brug is totaal. Oh, dat is niet leuk. Oh, wacht. Waar zit de stress? Oh. Ik dacht dat wordt hem niet. Maar het is hem gewoon geworden. Ik sta top 9%. Net onder Mokmokfish. Nou, dat gaan we even veranderen. Ik wil boven Mokmokfish komen. Nou, we even lekker wat tweaken. Kan dit wat hoger? Dat zullen we eventjes bepalen. Dat vindt de brug waarschijnlijk niet zo heel leuk. Oh mijn god, de stress is echt hoog. En de brug zakt bijna in. Hallee, oké. Okay. Top 8%. Sure. Kan ik dit iets lager doen? Het liefst kom ik onder die 7200. Dat zou echt heel nice zijn. Ondanks dat ik die R-set verlaagd heb, is de stress niet per se hoger gegaan dan 94%. Dan zou ik het nog vaker kunnen doen. En misschien dit wat hoger zo. Dit wat hoger. Oh, dat vindt hij niet zo heel leuk. 98%. Dat is flink wat. Maar volgens mij zakt de brug elke keer een stukje in, omdat ik deze joints niet helemaal omlaag heb gebruikt. Jawel, alles is gewoon goed. Maar de brug zakt in. Kijk. Baf. En dan komt er ineens heel veel stress op de brug te staan. Dus dan breekt hij al bijna af. Nou ja, laten we dit maar even verhogen doen. Laat ik dit in het midden doen van de weg. Zo. Dan zitten we eronder. Hopelijk werkt het. Nee, helaas niet. Ietsjes terug. Dat is schijnbaar goedkoper of zo. Maar is waarschijnlijk de arch wat beter en houdt hij het wel. Wel, hij houdt het wel. Oké, top. We staan in de top 7%. Amai, dat is best wel goed. SC02 Double Back. We hebben hier een flatback. Flatback? We hebben hier een truck, een hydraulic face. C rijdt dan en dan rijdt A1 verder. En een hydraulic face en dan rijdt E. En hallee, dat rijmt. Wat een level. Dit lijkt een beetje op het laatste level van wereld 2 / wereld 4 van Polybridge 2. Dat je een auto had op de flatbed truck, dat was wel de naam, bijna. En dat hij dan een checkpoint raakt, dat dan de auto eraf rijdt. En dat een hydraulic afgaat en blablabla. Je snapt het idee. Oké. Okay. Aangezien het niet altijd hoeft, gaan we nu een arch maken, want dan houdt de brug het al wat meer. Pakken we staal, vervangen we dit zo voor staal en dan kopiëren we heel dit gedoe richting de andere kant. En hebben we dit. Blijft dat staan? Nou ja, niet zo heel veel stress. Wel meteen als we hier aankomen. We hebben toch echt een joint in het midden nodig. We hebben foundations. Ja, liever gebruik ik die niet. Kan ik dan gewoon even wat wood... What the fuck? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat rope meteen gewoon afbreekt. Maar gaat de brug inzakken dan? De brug zakt weer in. En ik denk dat dat komt door deze ropes. Dan nog steeds. Ik begrijp er echt geen Jezus van. En... checkpoint. Het is alsof de checkpoint een soort knop was, waardoor heel de brug heen zou zakken. Oké.
Dit gaan we iets hoger doen, deze arches. Dan verwijderen we de andere kant. Kopiëren we dat eventjes en is de arch hopelijk wat steviger. 41% is beter dan 47%. Dat is goed nu, maar nu gaat de auto eraf rijden en dan... Oh nee. Hij wel. Even kijken. Als het kan de auto daar nog onder. Door. Het hoeft niet heel strak te zijn. We hoeven niet heel hoog te zijn. En dan takelen we dit naar beneden. En hopelijk kunnen we deze twee joints laten connecten. Dat zou wel echt het fijnste zijn. Ding is, kan de auto eronder door? Net niet. Hoop van zegen. Ja, net wel. Oké, dan gaat hij trekken. Hopelijk connecten we... Oké, ja, wacht. Hier kan ik wel een extra joint maken. Dit wordt een split joint. Dit wordt allemaal 2. En dan wordt... Ja, wordt... Dit 1. Ja. Trekt die minder? Ik denk 36% of zo. Even kijken. De stress is heel erg hoog ergens. Oké, die is bijna goed. Ietsjes minder. Ik zou zeggen 34 of zo. En moet de join iets minder die kant. Oké, het is toch 35. Mijn achterhoofd zei: doe 35. Ja, ja, oké. En dan hier naartoe. Ja, dat connect. En dan gaat de brug dood. Nou, dat is een probleem voor nu. Waar zit de stress eigenlijk het meest? Ja, in die pilaren, hè? Ja. Oké, dat wordt dan waarschijnlijk wel een steel muscle. Gebruik ik niet vaak. Ben ik vaak heel erg tegen. Maar ik denk wel dat we dat niet kunnen negeren vandaag. Oei. Oh. Ik sta versteld dat de brug het nog houdt. Wajo, gek. Oké. Even deze verwijderen, want we hebben hier aan de andere kant exact hetzelfde nodig. Oké. Hydraulic controller. Deze kant gaat niet. En de tweede keer gaat deze kant wel, want dan kan auto E hierachter, kan hier naar boven. Nu zitten we wel met het ding de brug zakt in. Op het moment dat auto, ik weet even niet, C of zo, gaat rijden. Omdat zijn landing natuurlijk nogal... Oké, de brug zakt in sinds ik dit deel heb gebouwd. Love it, butterfly effect. Oké. Ik ga nu de arches allemaal zo hoog mogelijk doen. Fuck überhaupt de arch die er was. Oké, ik ga een design maken dat auto A pas loskomt op het moment dat ik wil. We gaan het proberen. Dat die pas loskomt terwijl de auto... stil gaan staan. Dat hij hier loskomt en niet op de brug. Dat werkt. Oh nee, niet. Dat werkt niet. Dat was veel te snel, maar het werkte. What the fuck? Oké, nu moet de bus, ja, de van, niet de brug breken. Come on! Je kan het. Ja. Deze was nog eens even pijnlijk. Hallee, maat. Oké, nog één keer eventjes. Van een mooi perspectief. Gaan we dit even checken. Wauw, dit was nog eventjes een brugje. De stress is behoorlijk hoog. Maar een of andere reden gaat de brug niet stuk. Terwijl de auto erop rijdt. Die stress daarentegen. Vervolgens gaan de hydraulic phases. Dat gaat helemaal goed. De van kilt gelukkig niet de brug, maar haalt zelfs bijna niet de schans. Dat vond hij even niet leuk, maar hij moest zichzelf echt pakken. Door de dikke angle change, I guess. Wauw, oké. De volgende keer in aflevering 10 gaan wij misschien wel bijna deze wereld afmaken. Ik heb vooral zin naar Looper Rising, maar dat level heb ik wel ergens voorbij zien komen. En in ieder geval, ik zie jullie bij de volgende aflevering van Polybridge 3. En tot de volgende keer. Later in you, de joejoe.